Heel ondernemend Bergen was dinsdagavond naar de Bergplaats gekomen om te horen wie er ondernemer van het jaar 2013 zou worden. De meeste stemmen werden uitgebracht op Rini van Rodijnen. Samen met zijn vrouw Wilhelmien, de drijvende kracht achter Wiro-reclame. Het bedrijf houdt zich bezig met druk werk voor diverse verenigingen, bedrijven en instellingen. Ondernemers die in de zaal zaten en dit zijn van ondernemersvereniging Bergen mochten stemmen en kozen dus voor Van Rodijnen. Die was zelf erg verrast door de onderscheiding en noemde zichzelf in zijn dankwoord meer een verenigingsman dan een ondernemer. Maar hij was toch erg blij met de waardering die hij nu van zijn collega's heeft gekregen.